Nou, wij zijn Unit 40 en wij houden ons bezig met het visualiseren van technologie. Dat doen we veelal via animaties. Alleen de laatste jaren is daar ook virtual reality bijgekomen. Ik denk dat het allerinteressantste voorbeeld daarvan is eigenlijk de film The Matrix, waarin je eigenlijk dus de virtuele wereld instapt. Dat was voor mij wel een soort eye-opener van ja, als dit zo meteen een keer kan, dan moeten we daar iets mee gaan doen. Niet meer plat naar een beeld kijken, maar gewoon echt het beeld instappen zelf. Ja, ik vind het een magische ervaring. Het is echt, je kan dus dingen die nog niet bestaan, kun je met eigenlijk een druk op de knop al laten zien aan mensen. Je hoeft het niet te printen, zoals 3D-printen, je hoeft het niet te bouwen. Je kan er gewoon in gaan staan vanaf het moment dat iemand een tekening maakt. En zeker ook sinds een jaar heeft Google daar een leuke duit in het zakje gedaan door een soort kartonnen doos te leveren waarin je je smartphone kunt doen. En dan maak je eigenlijk van iedere smartphone een virtual reality bril. En dat maakt het wel echt heel spannend op dit moment. Dan kun je eigenlijk al de nieuwe schoenen gaan bekijken die jij misschien wil gaan kopen. En die kun je dan ook zelfs configureren, dat je je eigen kleuren en dat soort dingen kiest. En dan kun je hem ook echt zien in 3D. Nou, dit is dus de Oculus Rift tweede generatie. Eigenlijk wat jullie hier op het scherm zien is ook wat ik nu in mijn bril zie. En zoals je ziet eigenlijk als ik rondkijk in de wereld, dan zie je dat jullie beeld op het scherm ook verandert. Het idee van deze eerste demo bijvoorbeeld is om mensen een soort van productdemonstratie te geven van in dit geval een motor. En die twee knuppeltjes die hier voor mij liggen zijn effectief eigenlijk voor mijn handen. Dus als ik mijn hand hier beweegt, dan beweegt dat knuppeltje eigenlijk ook. Daarnaast hebben we nog een andere voorbeelddemo. Daarbij zit je in de vrachtwagen. En het idee hiervan is dat je bijvoorbeeld dit zou kunnen helpen in het ontwerp maken van een nieuwe vrachtwageninterieur. Ik denk dat we nu op de vooravond staan. Ik denk dat het komend jaar virtual reality echt gewoon bij consumenten ook echt bekend gaat worden. En dat het aan het eind van dit jaar ook dus heel veel mensen het al ervaren gaan hebben. Of dat zij zelf bijvoorbeeld ook virtual reality gaan kopen. Dus dat je echt zo'n bril koopt voor spelletjes mee te spelen. Maar aan de andere kant is ook voor je telefoon. En dat zie je ook nu in de beweging van alle grote spelers. Dus dan heb ik het over Apple, Samsung, Google. Die daar volop aan het inzetten zijn en echt nieuwe producten daarmee aan het ontwikkelen zijn. Ja, wij zijn zelf ook eigenlijk een kind van deze regio en wij willen zelf dus dat Brabant daar ook maximaal gebruik van gaat maken van virtual reality. En het zou mooi zijn als de bedrijven in deze regio dat ook zo oppikken.